Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze Ups & Down. En ja, als je de vorige vlog hebt gezien, dan heb je aan het einde van de video gezien dat ik dus niet lekker was. Ik ben oververmoeid en daarom zegt mijn lichaam, daar wil je ermee. Dus dit is een weekvlog, bij elkaar geraapt zooitje. Het zal waarschijnlijk weinig logica in deze vlog zijn, maar toch, ik heb gevlogd. Voor zover ik dat kon met mijn vermoeidheid. En veel kijkplezier. Goedemorgen. Ik heb, voordat iedereen begint te merken, ik heb een coronatest gedaan. Die is gewoon weer negatief. Maar, even opletten. Even oplossen. Oké, ik heb het opgelost. Jodie lag hier op de bank. Maar die begon ineens te draaien. Dus ik heb hem even in de hoek neergelegd. Zodat hij niet van de bank af kan vallen. Dus die slaapt nu weer verder. Liam en hij zijn al vanaf vanochtend 5 uur op. Liam die had diarree. Dus ja, in ieder geval, Niels heeft het opgelost. Ik weet ook verder niet. Maar gisteren heb ik de hele dag geslapen. Ja, ik ben gistermiddag naar bed gegaan. En ik ben gaan slapen. En tussendoor 1 keer even beneden geweest. Toen zei ik tegen Niels, wat rustig, ik ben weer weg. En s'avonds ben ik heel even beneden nog geweest. Ik heb heel even iets kleins gegeten en ik ben weer naar mijn bed gegaan. Ik heb eigenlijk tot vanochtend om 7:30 geslapen. Niels maakte mij wakker. Toch maar even dan die test gedaan, die is negatief. Maar ik heb deze koorts en verhoging en dat. Ik ben echt zo ziek. En omdat ik dus een negatief test heb, moet Niels gewoon nog gaan werken. Want ja, er staan allemaal auto's in gepland en zo. En ik snap het allemaal wel, alleen mijn lichaam, jongen. Ik weet ook wel waarom dat dit is. Ik zie ik nooit uit. Ik zie ik helemaal niet uit. Ik ga maar door en door en door en door. Dit heeft helemaal niks met corona te maken of wat dan ook. Nee, ik heb zaterdag heb ik gewoon te veel gedaan weer. En ik ben gewoon weer aan de gang gegaan en alles. Ik ben gewoon zwaar de lul. Ik ben gewoon echt zwaar de lul. En ik moet nu gaan rusten, want... mijn lichaam zegt zelfs, fuck you, dat zegt mijn lichaam. Elke keer als ik op wil staan, lukt het me niet om op te staan. Dus dat zegt genoeg, denk ik. Maar goed, we hebben gelukkig baby tv. Dat staat nu aan. Liam die zit gewoon lekker baby tv te kijken op zijn gemakje. Sammy zit hier op de grond. Sammy zit lekker te spelen. Ja... Liam zit daar. En Jordi zit hier. Jordi gaat normaal ook altijd naar school. Maar ik zie hem niet naar school gaan. En ik ga hem ook niet brengen. Dus ja, dat. Nou, ik heb Liam in bed gelegd. Want de man, ik was zo moe. Maar ja, hij is al vanaf 5 uur op. Hè? Dus ik heb hem nou bed gelegd. Kijken wat hij doet. En Jordi heb ik even een speeltje gegeven. Sammy is daar. En Jordi heb ik even een speeltje gegeven. Hij vindt wel leuk, de speeltjes, hè? Hè? Je vindt het wel leuk. Ja. Mama heeft geen rust gehad, want Jordi is wakker gebleven. Maar deze twee hebben wel geslapen, zijn net wakker. Hebben al gedronken en nou lekker een rijstwafeltje. En Jordi heeft niet geslapen, maar die heeft ook een rijstwafeltje. Maar ondertussen hou ik wel gewoon bankzaken en beleggingen. Doe ik niet veel bijzonders. En
Dit laat ik lekker voor wat het is. Ja, op de trommel. Goedemorgen, Jordi is naar school, Niels heeft hem naar school gebracht en Liam die heeft vandaag een pleurisbui. Heel chagrijn, nee niet daarop. Dit had Liam voor Sinterklaas gekregen. Die was bij opa en oma geweest en had hij dit gekregen. Hé Liam, het is gezellig met Sinterklaas hè. En aan de achterkant zitten magneetjes. Yay! En dan had mama had net, omdat hij zo'n bui had, had mama net op zitten tekenen. En toen had Liam zoiets van, hey, maar dat is leuk. Dat kan ik ook. Dus nou is hij aan het tekenen. Dat is niet de bedoeling, hè? Niet goed zo. Doe je ook een keer iets anders als krassen. Doe je ook een keer zo. Nee, niet hier. Niet hier. Hier is niet de bedoeling. Je moet hierop doen. Dan gaan we het hierop tekenen. Yay! Goed zo. En Sammy is daar. En als we nou zo doen, dan is ze weg. Hier. En heb je allemaal wit aan je handen? Dat kun je zo doen. Er zit een wit hier. Hallo. Opletten wat je doet, hè? Maar hij heeft echt een chagrijnige bui. Het is vanochtend al begonnen. Toen papa weg was gegaan. Nadat de fysio hier is geweest. Toen was papa weggegaan zonder gedag te zeggen. Vond hij niet zo leuk? Nee. Goedemorgen. Gisteren heb ik de duivel uitgedreven hier. Liam die was helemaal over de zeik. Ik weet ook niet precies waarom. Misschien omdat de dingen anders lopen dan dat hij gewend is. Vandaag is het op dit moment iets makkelijker. Maar ik weet niet hoe hij de rest van de dag reageert. Want het was pas 's middags. Wel was hij 's morgens al behoorlijk over de zeik. Dus ik weet niet hoe dat daar nu gaat lopen. Niels die heeft vanochtend Jordi weer weggebracht en hij haalt hem straks ook weer op. Ik ben nog steeds moe. En Niels heeft me ook zo lang mogelijk laten liggen om te slapen. En gisteren heeft Niels het een en ander opgeruimd hier. En ik heb een beetje was gedaan. Dat was het eigenlijk wel. En ik heb gedoucht, maar het echt ontploft, dat maakt niet uit. I just don't care. Ik heb heel veel pijn momenteel in mijn lichaam, van de fibromyalgie. En er zijn een paar adertjes in mijn ogen gesprongen. Maar, ik ben niet ziek of zo. Ik heb gewoon enorm veel pijn en mijn lichaam werkt niet mee. Ja, dat is het eigenlijk wel. Ik vlog ook minder. Ik heb ook geen behoefte om de camera te pakken. Niels heeft ook gezegd, moet je ook niet doen. Als je er geen zin in hebt, moet je echt niet doen. Dus ik doe dat ook niet. Deze week in ieder geval. Ik heb Liam even verwend.
Ik heb hem iets lekkers gegeven, want hij vindt ei altijd heel lekker. Dus ik dacht, laat ik een eitje bakken voor hem. Dus ik heb eitje met worstje gebaakt. Lekker, hè? Oeh, dat gaat er goed in, hoor. Mag ook wel, hè? Meneer vel overbeen. Jordi is weer thuis. Hij vindt deze Boomba tegenwoordig ook leuk. Wat hij eerst dus niet vond, die wil hij nu wel zien. Sammy zit hier lekker. En daar is Liam. Wat heb je gedaan? Heb je jezelf gestoten aan de Boomba? Ik heb zo'n kiekeboe Boomba. Die had ik toen voor Jordi gekocht. Alleen Jordi wil er niks van weten. Dus is Liam er nu mee aan het spelen. Welkom in huizen weltevree. Soms ook niet, want ik had net nog jankers. Hi. Hallo, wat ben je aan het doen? Ben je daar gewoon zelf gaan zitten? Zodat je kon gaan spelen? Ja. Eigenlijk moeten we hier gewoon zo'n muziekje zo. Toen, 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 toen. Ja, hè? Met eigen muziekje onder, hè? Toen, 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 toen. Nee? Oké. Okay. Toch wel? Toen, 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 toen. Nee? Oké, okay, sorry. Ik lag op tijd slapen, hè? Dat wel. Maar oververmoeid zijn, dat is niet in één dag opgelost. Dat denken vaak mensen wel. Van, dan ga ik een keer extra slapen. Ik ga je weer even redden. Want als jouw broer dadelijk komt, dan ben je de lul. Ja. Oh. Zo'n hondje, hè? Nee, als Jordi van de bank af gaat, die kijkt nergens naar die een bulldozer. Dus, ja. Ik ga zo dadelijk fruit maken. Om 11 uur komt de fysio. Die komt nou later. Wat is het? Kom jij hierheen? Kom je kijken. Kom je vertellen. Hey. Ik heb jij nou een poepje gedaan? Mama, je luier gaan verschonen dan. Waarom kom je altijd met die aroma bovenop me liggen? Je kan ook gewoon zeggen hoor, ik heb gepoept. Doet Jordi ook tegenwoordig. Laat hij ook zien dat hij gepoept heeft. Moet hij zijn kont aanwijzen. Ja. Ik heb me even omgekleed. En de kindjes zitten allemaal in een stoel filmpje te kijken. En ze even kijken hoe ze dat doen als ik niet in de buurt ben. Tenminste, in die zin. Dat is dus hoe ze doen als ik gauw even iets moet doen. Ik ga gauw de kinderen aankleden, want de visio komt zo. Voor Jordi's verjaardag had Jordi 2 joggingpakken gekregen van opa en oma. En ik ben Minnie Mouse en ik heb hier Mickey Mouse. Kijk, dit is Mickey Mouse. Kei stoere joggingpakken. Ja, hij heeft er nog eentje van Garfield. Kei stoer, kei leuk. Ik vind hem helemaal geweldig. Ik kan hier zo van genieten, hè, als hij zoiets aan heeft. En daar hebben we de held op sokken. Nou ja, hij heeft geen sokken aan, maar ja. Filmpje is afgelopen. Ik ben klaar. Oké. Niels thuisgekomen. Kindje gegeten, Niels gegeten, ik gegeten. Toen zei ik tegen Niels,
Ik wil eigenlijk toch wel mijn kerstboom doen. Ik wil ook eigenlijk alleen zijn. Ik ben gewoon iemand die af en toe gewoon volledig alleen moet zijn. Zonder kinderen, zonder man. Dus, ik zeg tegen Niels, ik zeg als het kindje op bed liggen, ik zeg slapen, ik zeg helemaal lekker fietsen. En met fietsen bedoel ik gewoon, ga maar bij iemand op bezoek of zo. Of in ieder geval, ik wil even in mijn uppie zijn. Gewoon alleen. Ik wil niet de deur uit, maar alleen zijn. En gewoon op mijn gemakje dingetjes doen. Dus, ik heb ook gelijk gevraagd of dat hij de kerstspullen naar beneden wil halen. Dan ga ik daar eventjes de vaatwasser doen. Even de keuken opruimen. En eventjes gewoon wat dingetjes opruimen hier. En dan ga ik gewoon lekker mijn kerstspulletjes doen. Gewoon een beetje rommelen. Gewoon een beetje dingetjes doen. Ik zin in. Af en toe wil ik gewoon echt alleen zijn. Vooral als ik lichamelijk zo ben. Dan heb ik gewoon behoefte om niks om me heen te hebben. Geen kind, niks. En aangezien ze lekker ligt te slapen, ga ik zo lekker een podcastje aanzetten. En wat ik luister is meestal gewoon een crime podcast. Gewoon, ik ben zo luguber iemand. Die dan naar andermans misdaden zit te luisteren. Niet dat ik zelf iets ga doen hoor, maar dat vind ik altijd wel interessant. Wat die mensen drijft, daar weet ik het allemaal. Maar in ieder geval, dat gezegd hebben. Ik ga gewoon lekker mijn dingetjes doen. Morgen ga ik Liam wel naar school brengen. Dus dat betekent dat ik gewoon de deur uit ga. Dan ga ik ook een paar boodschapjes nog halen. En ik moet even bij de apotheek. Moet ik even mijn medicijnen voor mijn schildklop halen voor Jordi. Dus ja, dat is wat ik van plan ben. En ja, dat dus. Wanneer ik nog iets te filmen heb dadelijk, dan doe ik dat. En anders is dat morgen. En wat ik vandaag niet afkrijg aan kerst, doe ik morgen gewoon weer verder. Er zit geen druk achter, er zit geen moed achter, er zit een mag achter. Goedemorgen. Nou, alles is kerst in huis. Wel tevreden, af en toe. Wel tevreden. Vanochtend heb ik Liam naar schooltje gebracht. Maar, oh, echt normaal is Jordi al degene die ettert. Nou, Liam. Ik zweer het. Ik zweer het echt, oprecht. Ik had hem aangekleed en dat ging allemaal goed. Ik had Jordi en Sam had ik ook al klaar. Ik had de jasjes aangedaan. Ik zeg tegen Liam, wil je jasje aan? Want dan gaan we naar schooltje toe. Ik zal even voordoen wat hij deed. Ik zweer het je, ik lieg het niet. Hij stond letterlijk en figuurlijk. Ik stond met die jas zo klaar. Ik zeg, jongen. Ik zeg, kom, ga je jasje aan doen. Want je gaat naar schooltje toe. En dit en dat. Ik zweer het je. Hij stond letterlijk en figuurlijk zo. Nee. Zo stond hij. En ik heb serieus 10 minuten zo gestaan. Van, fuck. Kind, serieus. Gaan we dit nu doen? Ik zweer het je echt. Dit kind. Echt, dit is niet grappig. Dus, ik was een paar minuten te laat. Oei. Ik was een paar minuten te laat. Om, het kind dus op school te krijgen. Dus ik zeg tegen zijn juffrouw. Ik zeg, straks wel een ander kind mee naar huis die wel luistert. Hè? Ik zeg, want ik wil niet dit kind weer mee. Doe mij een ander kind. Je hebt genoeg kinderen die je aan mij mee kan geven. En ze kijkt me aan en ze begint al lachen.
Ze zegt, oh, zeg ze, je bent af en toe echt erg. Ik zeg, ja, dit kind, ik zeg, ik zweer het. Ik zeg, dit is onmogelijk. Ik zeg, een jas aan doen. Ik zeg, en hij begint al. Ja, zegt ze, maar bij ons doet hij er gewoon de jas aan. Ik zeg, ja. Ja, zegt ze, vreemde ogen dwingen, echt. Ik zeg, ja. Ik zeg, vreemde ogen dwingen. Oh, ik word er niet goed van. Maar ja, hij is op schooltje. We moeten hem dadelijk ook weer ophalen, want het is al 10:50. Toch? Nee, het is 5:55. Ik kijk spiegelbeeld. En dus, ja. Ik zweer het, dit kind. Ik kon Sam niet vinden. Ik was Sammy kwijt. Maar daar zat hij. Hey! Hallo! Ik hoef niet gelabberd te horen. Ga weg. Ik wil best aaien, maar niet labberen. Hi! Dag, scheetje van me. Hallo. Wat is, wat doe jij daar allemaal? Ja. Yay! Stiltje. Yay! Liam die heeft... Ze hebben trouwens allemaal geslapen, zijn allemaal weer wakker. Liam heeft normaal altijd zo'n Volkswagen autootje hier. Maar ik heb zijn rendier in het kader van kerst, heb ik zijn rendier weer naar beneden gehaald. Dus nu is hij weer met zijn rendiertje aan het spelen. Wat is er, Jordi? Ik heb Jordi zijn bril al een paar keer opgezet, wilde hij niet op. Prima, dan niet. En hier zit Sammy. Hi Sammy. Hi. Sammy is hier zelf gaan zitten. Met al zijn speelgoedjes. Een hele goede morgen. Vandaag hebben we een hele leuke dag. We zijn nu fruitje aan het eten. Gezellig, hè, papa? Ja. Wat gaan we doen? Fruitje geven, hè? Nee, maar... Oh, we krijgen bezoek. Ja. We hebben vorig weekend Jordi's verjaardag niet echt gevierd. Vandaag vieren we het ook niet echt. Maar we vieren het wel met ooms en tantes van de kindjes. En dat zijn er niet heel veel hoor. Dat zijn er gewoon maar een paar. Maar wel de mensen die dicht bij ons staan. We hebben alweer wat bezoek gehad. En waarschijnlijk komen er daar nog meer bezoek. Maar in ieder geval, hè, bezoek gehad. Liam is net wakker. Sammy was al wakker. Die kon niet meer slapen. Jordi had nog niet geslapen, maar die slaapt hier nu wel. En ik heb jullie nog wat leuks te vertellen. Jullie zien deze mooie joggingpak van Garfield. Deze heb ik uitgekozen omdat ik Jordi net een Garfield vind. Jordi ligt ook het liefste gewoon zo lekker relaxed en niet veel poespas. Toch, papa? Mm-hmm. Dus ik vind Jordi net een Garfield. En nu ligt hij te pitten. Nou, dus de chippies. Dan moet die derde sector toch fenomenaal lekker! Ja? Oké. Nu moet ik hem afmaken. Je ziet dat hij. En Sammy is aan het spelen. Dat hotel door dicht tegen de muur. Goedemorgen. Wij gaan naar de winkel. Daar liggen ze hoor. Papa en zoon. Samen. Dit. Oké, het is het kampioenschap. Prima. Maar toch. Hij wil niet slapen, hè, papa? Nee. Dus gaat hij lekker bij papa hangen. En wat ben ik aan het doen? Aan het relaxen. Wat ga ik nu doen? Wat was ik aan het doen? Aan het relaxen. Wat ga ik nu doen? Ik ga witlof maken. Want we eten vandaag witlof. Je zit ernaast. Samen naast elkaar.
Het zal nog lang protest horen. Ja, dat denk ik wel. Hij zegt er bewust van dat ik hem film, want hij is heel rustig nu. Net als hij allemaal aan het schreeuwen. De kindjes hebben tandjes gepoetst en Jordi is nog eventjes aan het spelen. Liam ook hoor. En Sammy die zit daar ergens. Daar, bij de bank daar ergens. Wat wil je nog vertellen aan de mensen? Oké. Ja, en toen was hij weg. Niels even de vaatwas aan doen. Ga ik zo'n flesje maken. En dan... Oh, daar is Sammy. Daar is Sammy. Daar komt hij aan hoor. Hi. Hallo. Nou, in ieder geval, daar is Sammy dus. Ik ga zo flesjes maken. Niels gaat zo pyjama's aandoen bij de kindjes. En dan gaan de kindjes lekker naar bed. En dan gaan we hier verder opruimen. En ik moet ook nog editen. Dus ik heb nog genoeg te doen. Nou, we hebben iets gedaan, Niels. Wat hebben we gedaan? Ja, je hebt twee in de woonkamer weer gebouwd. Ja, maar je hebt me geholpen. Je hebt me geholpen in mijn snode plannetjes. Ja, nou is het netjes. Totdat Liam 5 minuten beneden is. Ja, dan denk ik dat het weer één grote pestbende is. Maar goed, hè. Sam, die zit al 2 weken eigenlijk niet meer in de box. Dus eigenlijk al helemaal klaar ermee. Dus, mama was ook klaar met de box. De box is weg. Ik heb gelijk even alles geordend. Zodat dat allemaal Liam's zooi is. Natuurlijk, Sam mag er ook mee spelen. Maar voornamelijk is dat Liam's zooi. En daar is ook Liam's zooi. Ja, dat is niet Liam's zooi. Maar, hè. Het is in ieder geval weer netjes. En hier staat Sam's zooi. Dit is Jordi's zooi. Maar dit is Sam's zooi. En dan heb ik hier een plekje gemaakt. Zodat hij hier lekker kan hangen en chillen. Dus dat is zoals het nu is. En we zijn klaar. Dus dat betekent... Dat we in de knop kunnen kijken. Ja, en dat we deze hupsen nou gaan afsluiten. Ja, bedankt voor het kijken. En tot de volgende.